Welkom bij deze video over hoofdstuk 8, hemelmechanica. We gaan kijken naar paragraaf 1, gravitatie. Vroeger hadden ze het geocentrisch wereldbeeld. Dat betekent dat de aarde het middelpunt van het heelal was en dat ze dachten dat alle sterren bewegen rondom de aarde. Tegenwoordig hebben we het heliocentrisch wereldbeeld. Daarbij is de zon het middelpunt van het heelal, alle planeten draaien in de zon in een soort cirkelbaan en de maan draait in een soort cirkelbaan rondom de aarde. En alle andere sterren die staan veel verder van de zon dan dat de aarde van de zon staat. We hebben verschillende planeten die wij kennen die om de zon heen draaien die we normaal kunnen zien. Dat zijn Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Bij hemelmechanica gebruiken we geen meters of kilometers, omdat de afstanden veel te groot zijn. Daarom is de astronomische eenheid of AU, Astronomical Unit, ingevoerd. Deze stelde in het begin de afstand voor tussen de aarde en de zon. Deze was echter gemiddeld omdat de afstand continu verandert. De aarde ondervindt namelijk gravitatiekrachten van andere planeten en maakt daarom eigenlijk een ellipsbaan om de zon, in plaats van een cirkelbaan. Daarnaast beweegt de aarde van de zon af met zo'n 15 cm per jaar. Waarom dat is, is nog altijd niet zeker. Sommigen zeggen dat het komt omdat de massa van de zon afneemt door vervalreacties. Anderen denken dat het komt omdat de draaisnelheid van de zon afneemt. Naast de astronomische eenheid kunnen we ook afstand aangeven met lichtjaren. Dat is de afstand dat het licht erover doet en dat het licht aflegt als het 1 jaar lang zou reizen met de lichtsnelheid. De grootste ster die we op dit moment kennen is de VI Canis Majoris. De diameter van deze ster is zo'n 13,37 astronomische eenheden, oftewel dat is gelijk aan zo'n 2 biljoen kilometer. Als je één keer rond die planeet wil vliegen met een vliegtuig van 900 km per uur, doe je daar dus behoorlijk lang over. Nou, reken dat even uit. Als we met 900 km per uur om die ster heen konden vliegen, hoe lang doen we daar dan over? Nou, de tijd is afstand gedeeld door snelheid. De afstand is dan pi keer de diameter en dan keer de waarde wat 1 astronomische eenheid is, want we hadden 13,37 astronomische eenheden. En dan gedeeld door 900, want dat was de snelheid. Dat is dan 6 miljoen uur, oftewel ongeveer 800 jaar. Nou, dat gaan we niet redden. De gravitatiekracht kunnen we uitrekenen met de formule Fg is hoofdletter g, de gravitatieconstante, keer massa 1, massa 2 gedeeld door r². Je ziet dat ik hier m1 met een kleine m heb geschreven en massa 2 met een grote m. Dat komt om aan te geven dat m1 de kleinste massa is en m2 de grootste massa. De grote massa is meestal de massa van een planeet, zoals de aarde, en die kun je opzoeken in Binas tabel 31. De gravitatieconstante is, zoals het woord al zegt, een constante en die waarde kun je opzoeken in Binas tabel 7. In dit rekenvoorbeeld zullen we laten zien hoe je de formule van de gravitatiekracht gebruikt. Een blokje met een massa van 1 kg ligt op de aarde, zoals aangegeven in de onderstaande tekening. Bereken de gravitatiekracht en vervolgens de versnelling van het blokje. Zoals je net hebt geleerd is de formule voor de gravitatiekracht gm1m2 gedeeld door r². Nou, dit kunnen we allemaal invullen, want m1 is 1 kg, de massa van de aarde zoeken we op in Binas en de straal van de aarde kunnen we ook opzoeken in Binas. Dus als we dit allemaal invullen krijgen we een gravitatiekracht van 9,817 newton uit. Vervolgens kunnen we dus de versnelling uitrekenen. A is namelijk fg gedeeld door m. Dat is in dit geval dus 9,817 meter per seconde kwadraat en dat noemen we ook wel de gravitatieversnelling. En dat is ook de waarde die je gewend bent waarmee we tot nu toe altijd de zwaartekracht hebben uitgerekend. De gravitatiekracht rond de aarde is niet constant. Als we gaan kijken bij de evenaar zien we dat die net ietsjes dikker is dan dat die bij de polen is. Daardoor is de straal dus groter en dus zal de gravitatiekracht daar net iets kleiner zijn. Dus de gravitatieversnelling is ook iets kleiner daar. Op de polen is die iets hoger, omdat je dichter bij het middelpunt van de aarde zit. Bij Nederland is die ongeveer 9,81 en in de polen, de Afrika, is die ongeveer 9,79 meter per seconde kwadraat. Eigenlijk
is Fz dus gelijk aan de gravitatiekracht alleen op de oppervlakte van de aarde. Als we nou goed kijken naar de tekening zien we iets vreemds. We zien namelijk dat er een kracht werkt op de massa 1 en dat er een kracht werkt op massa 2, maar die twee heffen elkaar niet op, want zij werken niet op hetzelfde voorwerp. Echter staat het blokje wel stil, dus er moet geen resulterende kracht zijn. Oftewel, de gravitatiekracht van de aarde op massa 1 moet worden opgeheven en dat gebeurt door de normaalkracht die we eerder hebben gezien. En de normaalkracht zorgt ervoor dat dat blokje niet door de aarde heen kan bewegen. Echter zou je nou ook kunnen kijken vanuit de aarde gezien dat de aarde wel door het blokje heen kan bewegen, omdat daar een resulterende kracht op werkt. En die kracht is dus ook in evenwicht met een andere kracht, een andere reactiekracht. En dat is dat de gravitatiekracht van massa 1 op de aarde, die wordt opgeheven door de gewichtskracht. En dat leer je later nog in hoofdstuk 14. Maar de gewichtskracht is eigenlijk de normaalkracht van een blokje op de aarde. En nu is de krachtentekening dus eigenlijk pas compleet. Want nou heft de gewichtskracht heft de gravitatiekracht van massa 1 op de aarde op. En de normaalkracht heft de gravitatiekracht van de aarde op massa 1 op. Ik heb weer twee uitspraken opgeschreven en jij mag zeggen of ze correct zijn of niet. De eerste is dat de valversnelling groter wordt als de massa van het vallende voorwerp groter wordt. En de tweede is dat de valversnelling groter wordt dichter bij de kern van de aarde. Welke van de twee of zijn ze allebei juist of onjuist? Antwoord A is natuurlijk fout. Je kunt de proef ondervindelijk proberen doordat jij en een heel zwaar iemand of een heel licht iemand dus op een dak gaan staan en één verdieping naar beneden springen. Je zult allebei precies tegelijk aankomen en als er verschil in zit, heeft dat met wrijvingskrachten te maken. De valversnelling heeft namelijk niks te maken met de massa van het voorwerp dat het vallen is. Alleen wel met de massa van het voorwerp waar het naartoe valt. Ja, dus als de massa van de aarde opeens vele malen groter zou zijn, dan zou je wel sneller versnellen. Want in de FRS is M al A, krijg je A is FRS gedeeld door M en dan valt die massa volledig eruit. De kleine massa, niet de grote massa. En bij B staat dat de valversnelling groter wordt dichter bij de kern van de aarde. In dat geval wordt de afstand kleiner, oftewel die r wordt kleiner. En fg was gm1 m2 gedeeld door r kwadraat, dus als r kleiner wordt, dan wordt de gravitatiekracht groter. En dus ook de valversnelling. We gaan kijken naar een rekenvoorbeeld van planeten op een lijn. Jupiter draait rond de zon in ongeveer 12 jaar. Mars draait rond de zon in ongeveer 2 jaar. We nemen aan dat de baanvlakken van Jupiter, Mars en de aarde samenvallen. Daarmee bedoelen we dat ze, als we een doorsnede zouden maken, dat we op een papiertje in principe alle drie de planeten zouden kunnen tekenen. Anders kunnen ze namelijk ook, als er hoeken verschil tussen zitten, zouden ze nooit op een lijn kunnen liggen. Bij A vragen we, bereken na hoeveel jaar de zon, Jupiter en Mars voor het eerst weer op een lijn staan. En bij B, bereken de hoek die de lijn Zon-Jupiter-Mars maakt met de lijn Zon-Aarde. Nou, probeer deze eerst voor jezelf te maken en als dat gelukt is, kijk dan verder. Dit is best een lastige vraag, dus het makkelijkste is om eerst een schets te maken van het probleem. Sowieso moet je in dit hoofdstuk heel vaak een schets maken om te begrijpen waar het echt over gaat. We nemen de zon als middelpunt en daaromheen beweegt de aarde, daaromheen beweegt Mars en een stuk verder beweegt Jupiter. En de omlooptijden van al die planeten zijn gegeven. We kunnen in PowerPoint nou heel duidelijk laten zien wanneer ze op een lijn liggen. We zien dat de aarde twee keer zo snel draait als Mars en Jupiter draait 12 keer zo langzaam als de aarde. Nou, wat we nu zien is dat ze op een lijn liggen en Mars en Jupiter met de zon ligt hier op een lijn. Iets verder liggen ze weer op een lijn. Nog iets verder liggen ze weer een keer op een lijn. En iedere keer dat als Mars een keer is rondgegaan, liggen ze minimaal één keer op een lijn. En daarna liggen ze weer een keer op een lijn. Ja, dat komt omdat Mars sneller ronddraait dan Jupiter. En die tijd kunnen we natuurlijk ook uitrekenen, want deze animatie kun je niet op papier maken. Hoe kunnen we die uitrekenen? Nou, als je terugdenkt aan hoofdstuk 4, heb je geleerd over de fase en de gereduceerde fase. En je wist toen dat als de gereduceerde fase van twee trillingen gelijk is, dan bewegen ze dezelfde kant op. En in dit geval zou je dat dus ook kunnen gebruiken.
De eerste keer kunnen we namelijk zeggen dat de tijd waarop we beginnen, gedeeld door de trillingstijd van Mars, gelijk moet zijn aan de tijd gedeeld door de trillingstijd van Jupiter. En dat is alleen zo voor t is 0. Dus we beginnen op t is 0 als we alles op een lijn hebben staan. De tweede keer geldt dat Mars één keer helemaal rond is gegaan, oftewel hij heeft een hele rondje extra gehad. Dat betekent dus dat ik van die fase 1 vanaf moet halen, want de fase van Mars zal 1 hoger zijn dan Jupiter. Nou, dan kunnen we dit weer oplossen en als we dit netjes doen krijgen we t is ongeveer 2,4 jaar uit. De derde keer kunnen we dat ook doen en dan krijgen we t is ongeveer 4,8 jaar en dat loopt zo steeds op met 2,4 jaar. Oftewel, na 2,4 jaar staan Mars, Jupiter en de Zon weer op een lijn. En dat is vraag A. Voor vraag B moeten we zeggen wat de hoek is die de lijn Zon-Jupiter-Mars maakt met de lijn Zon-Aarde op het moment dat ze dus de eerste keer weer op een lijn staan. Nou, de eerste keer op een lijn staan ze na 2,4 jaar en de hoek die ze dan maken, ja, je kunt al zien in de tekening dat ze 5 hoeken in totaal maken, dus 360 gedeeld door 5, dat is 72. Of je kan zeggen, als je dat niet had kunnen tekenen of niet helemaal had berekend, 2,4 gedeeld door 12, want 2,4 is de tijd en de totale trillingstijd is 12. En dus hebben we zoveelste deel van 360 graden afgelegd en dat is 72 graden. We kunnen ook zeggen waar de Mars, waar de aarde zich op dat moment bevindt als de Zon, Jupiter en Mars op één lijn liggen. De aarde zit dan namelijk op 0,4 van zijn trillingstijd, want de trillingstijd van de aarde is 1 jaar. En als we dus twee keer een hele omloop van de aarde hiervan afhalen, houden we 0,4 over. Oftewel, de hoek die de Zon met de aarde op dat moment maakt, is dus 0,4 gedeeld door 1 keer 360, is 144 graden. De hoek tussen deze twee hoeken is dus 144 min 72 graden, oftewel is die ook 72 graden. Dan een korte vraag. De gravitatiekracht van de Zon op de maan is veel kleiner dan de gravitatiekracht van de aarde op de maan, veel groter dan de gravitatiekracht van de aarde op de maan, ongeveer gelijk aan de gravitatiekracht van de aarde op de maan. Of hangt dat ervan af waar de maan zich bevindt? 10 seconden om hierover na te denken. Het enige goede antwoord is natuurlijk antwoord A. Als de gravitatiekracht namelijk veel groter zou zijn dan de gravitatiekracht van de aarde op de maan, zou de maan gaan bewegen rondom de zon en niet om de aarde. Wat heb je geleerd in deze video? Als het goed is, heb je nou een idee over de grootte van het universum. Je erkent de formule voor de gravitatiekracht en je kunt rekenen met de omlooptijd van planeten. Heb je nou iets geleerd van deze video? Geef dan vooral een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Dan hoef je nooit meer een video te missen. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze video? Stel ze dan vooral in de reacties. Dit hoofdstuk is erg moeilijk, dus het is goed als je vragen stelt en de opgaves duidelijk maakt. Probeer zelf alle opgaves en rekenvoorbeelden die in dit hoofdstuk voorkomen te maken, want je leert er echt veel van. Heel veel succes met oefenen en graag tot de volgende video.